Marquez. Tanane, versnelling. Tanane, twee man kwijt. Tanane, schitterend, schitterend. Prachtige goal van Tanane. Wat een voetbal. Als hij zijn dag heeft, als hij er zin in heeft, dan is hij fenomenaal. Snelle goal voor NEC dat een voorsprong komt tegen Go Ahead in de derde minuut van de wedstrijd. Wat een demonstratie van talent van Oussama Tanane. Hier Tanane op Sissoko. Dat moeten ze toch beter verdedigen bij Groningen, want het kost ze de kop. 1-1. Sissoko viert feest, Tanane in de handen bij Meijer. En NEC langzij. Binnen geprikt. Is NEC in staat om zich terug te gaan vechten in deze wedstrijd? Tanane schudt Veerman van zich af, maar levert vervolgens wel de bal in. Tanane. Metzel komt ook bij. Tanane voorlopig zelf. Di Mata, prachtig aanval, prachtig doelpunt. Wat heerlijk uitgespeeld door NEC. De ploeg speelt heel goed onder de druk uit. En dan klopt alles. De paas naar voren. Tanane met de rust. Zoekend, wachtend. Waar is het gaatje? Ah, heerlijke bal. Heerlijke assist van Tanane. Slim afgemaakt door Di Mata. Goed balletje van Schöne. Tanane. Nu ook los. Van Til. Tanane. Van Roy. Meteen geconfronteerd met twee tegenstanders. Onder andere Boscardi. Tanane zelf. Oh, wat een goal! Wat een goal! Van Tanane. 1-4. Dat is de klasse die hij toch heeft. Ook op een avond dat er eigenlijk helemaal niets lukt bij NEC, is daar altijd nog Tanane. Maar deze bal is goed en die valt erin. Di Mata zet zijn voet er tegen en NEC op 1-1. Geen buitenspel. En niet goed het dekken. Barkas, geen goede trap. Tanane. Oh. Caruani. Zonder gedaan door Marquez. Daar gaat Tanane. Tanane! Binnenkant paal en raak. In no time. NEC van 1-0 achter naar 2-1 voor. Door Marquez, niet goed gedaan door Mirani. En Tanane rond dit uiterst precies af. Heel ver, Seymour. En dan Drius, die houdt vast. Voordeel gegeven en daar is de goal van Nani Di Mata. Al lag het de mond gesnoerd, die meneer. Door Nani Di Mata, die dan eindelijk zijn eerste maakt voor NEC. Vierde assist in de laatste vijf wedstrijden voor Tanane. Heeft Tanane de bal alweer? Is dit een overtreding van Söntjens? Tanane. Hard voor en daar is het Marquez. En die zorgt voor de gelijkmaker. Maar Feyenoord dus even met z'n tienen staat. Omdat Pedersen hier aan een bloedneus wordt geholpen. En dan als de bal terugkomt van Tanane is het Marquez die er 1-1 van maakt. De grasmat overigens hier in Waalwijk, uitstekend. Dat is in andere stadions in de Eredivisie nog wel eens anders. Dit is de goal van Tanane. En nu heeft Fase geen antwoord. Heel snel gecombineerd door NEC in de voorsprong voor de ploeg van Rogier Meijer. Meestal bereidt hij de doelpunten voor. Nu maakt hij hem zelf, Tanane. Zijn derde in dit seizoen. En de rollen zijn een keer omgedraaid. Want Di Mata is aangever.
en Tanane afmaken. Perfecte 1-2 eigenlijk. Tanane. Voorzet van Tanane. Kopbal en die valt er nog in ook. En zo wordt het nog 3-3. Via Sander. En weer een assist van Tanane. De grilligheid zelf. Maar een goal en een assist. Dan heb je toch weer een zeer grote rol in het volgende gelijkspel van NEC. Paas op Tanane. Ja, dan leeft hij in. Goed afdraaiende en binnengekopt. NEC op voorsprong. Marquez, Tanane, de aangever. En hij moet even bellen. De centrale verdediger van NEC komt binnen. Ivan Marquez. Schöne of Tanane? Tanane, zo, wat een knal weer. Wat kan hij toch geweldig voetballen. Wel meteen geblesseerd. En waarschijnlijk einde wedstrijd. Ja, vraagt om een wissel. 2-4. Fantastisch geraakt. Beetje buitenkant vreef. Geen houden aan voor Drommel. Goede ingreep van Sillissen en dat levert hier meteen ruimte om voor Tafsan, die zo graag wil laten zien dat hij veel meer kan dan op de bank zit. En dat doet hij misschien hier in dit gevalletje wel met de vijfde assist van Sillissen. Een beetje. Snelle hervatting. Tafsan maakt het af. Tanane krijgt hem van Sillissen. Tafsan krijgt hem van Tanane. Pereira zit al op de knieën voordat Tafsan goed er wel geschoten heeft. Sterk optreden van Sillissen. Kan NEC RKC nog meer pijn gaan doen? Tanane, jazeker! Hard door het midden. 0-3. En de tweede van de avond voor Tanane. Zo speelt NEC een perfecte wedstrijd. Dan een slippertje van El Karouani. Dat wordt hersteld door een zeer goed spelende Dirk Roper. Tanane. Di Mata. Geen sprake van buitenspel. Nani Di Mata al vallend voor 2-0. Roper met de balverovering. Hij speelt echt goed deze avond. Misschien dat die contractverlenging hem wel extra vleugels geeft. Di Mata helpt een handje mee bij zijn eigen goal. Op perfecte moment gegeven door Tanane, die zijn 8e assist bijschrijft dit seizoen. En hij lijkt te struikelen, maar hij valt hem gewoon binnen. Nani Di Mata, nummer 6, de clubtopscorer van NEC